toen was alles anders. Onwerkelijk. Die maand, maart in 2020. Ineens lag de hele wereld stil door een onbekend virus. We wilden gedenken en herdenken. En eren diegenen die hielpen de vijand te verslaan. Maar dat was niet mogelijk. Onwerkelijk. Die week in de maand mei 1940. Enkele dorpen in de Krimpende Waard werden overspoeld met evacuees uit het gebied rondom de Grebbelinie. Het Duitse leger viel ons land binnen. Ze zouden georganiseerd en per boot naar Zeeuwse gasgezinnen reizen. Maar toen werd Rotterdam gebombardeerd en stopte de reis bij ons. Onwerkelijk. Februari 2022. Een dictator valt een Europees land binnen. Ook nu zetten inwoners van onze steden en dorpen hun huis en hart open voor hen die vluchten voor oorlogsgeweld. Onwerkelijk moet het ook zijn geweest toen in 1945, toen wij in oorlog waren. Na de bevrijding, 5 jaar later, hoorden wij de verhalen, de werkelijkheid. En een van die verhalen krijgt hier vandaag een gezicht. Dappere dorpsgenoten, mannen en vrouwen die voor onze vrijheid vochten. Niet met wapens, maar met daden van verzet. De bevrijders voorzien van wapens en zelfs het verbergen van een Engelse piloot. Ik ben onder de indruk van het verhaal. Hun daden van verzet waren niet zonder gevaar en getuigen van grote moed. De samenwerking en hulp aan naasten zie ik ook nu terug in onze gemeente. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel inwoners van onze gemeente hulp bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. Ieder op zijn of haar wijze, maar altijd samen. Het monument dat vandaag onthuld wordt, vertelt een bijzonder verhaal. En die verhalen moeten we blijven vertellen. Vanaf vandaag zullen veel mensen en kinderen die hier langs rijden de vraag stellen over wat het monument nu betekent. En vooral zeg ik dat tot de kinderen van de basisscholen. Ik ben blij dat jullie er zijn vandaag en willen jullie mij beloven dat jullie aan al jullie vriendjes en vriendinnetjes vertellen waarom dat monument er staat en wat het betekent. Het is een tastbare en blijvende herinnering aan de gebeurtenissen die hier hebben plaatsgevonden. Een ode aan de burgers die zich hebben ingezet voor onze vrijheid. Juist daarom is het belangrijk dat dit monument er nu is. Een speciaal woord van dank aan de initiatiefnemers Pieter Herens en Martin Belder die met het initiatief kwamen. Ik hoor graag jullie verhalen. Ik dank u wel. Op 31 januari 2018 diende ik als gemeenteraadslid van de gemeente Krimpende Waard een initiatiefvoorstel in om op de rotonde van de N210 bij Berkenwoude een wapendroppingsmonument te plaatsen. En nu is het eindelijk dan zover dat het onthuld kan worden. Oorspronkelijk had men het plan opgevat om hier een vliegtuigje dat door de hobbykunstenaar Pieter Kramer ontworpen was te plaatsen. Als Schoonhovenaar wist ik niet dat in de periode van 28 augustus 1944 tot half april 1945 in de polders Opperduit en Wetering tussen Berkenwoude en Lekkerkerk een aantal succesvolle wapendroppings plaatsgevonden hadden. Het succes was mede te danken aan de moedige verzetstrijders uit deze polders. Nog niet zo lang geleden heeft de heer Huig Marcus aan de verslaggever van het AD verteld over de rol die zijn vader hierbij gespeeld heeft. Om aan de moedige daden van de verzetstrijders en Engelse piloten aandacht te besteden, wordt deze middag dan ook dit mooie herinneringsmonument door de commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit, onthuld. Ook vertellen de twee gedenkstenen met teksten met het verhaal over deze wapendroppings en laten ze een foto zien van de 6 bemanningsleden van de laatste dropping. Als je zo'n initiatiefvoorstel indient, heb je er geen idee van waar je aan begint.
Bij het onderzoek naar het type vliegtuig en de bemanning van het vliegtuig ben ik uitstekend geholpen door Martin Belder en John Heuvelman, beide hier aanwezig. Verder hebben Gerard Verdoolt en zijn vrouw Marleen, eigenaren van Bergambachts bedrijf Verdo Staalconstructies, samen met hun ontwerper Timon een pracht van een vliegtuigmodel ontworpen en geconstrueerd. Nou, je zult het zo meteen wel zien hoe het eruit ziet. Een sieraad geplaatst op de rotonde in het hart van de Krimpende Waard. Zo staan we hier, 77 jaar na de bevrijding, in het geografisch hart van de Krimpende Waard, op een historische plek tussen Berkenwoude en Lekkerkerk. 2 jaar na de oorspronkelijke geplande datum, 2 dagen na de nacht waarin hier de laatste wapendroppings plaatsvonden. Met de intentie om herinnering levend te houden en lessen uit het verleden vast te houden. Daarvoor is nodig kennis van wat is geschied en een drive om dit de willekeurige passant en de volgende generaties door te geven. Wij hebben zojuist iets gehoord over een stukje plaatselijke geschiedenis. Daar is natuurlijk veel meer over te vertellen. Wij beogen hier samenvattend en in symboliek te verbeelden van wat hier heeft plaatsgevonden. Maar wat is dat dan geweest? Voor alle basisschoolleerlingen van de Krimpende Waard is er een interactieve lesbrief samengesteld, zodat de kinderen meegenomen worden in het verhaal van toen. Het spannende verhaal van onderduikers, van verzetsmensen in de nacht, van geheime wapendroppings, van spionnen aan parachutes. Met uiteraard als doel kinderen bewust te maken van het feit dat oorlog nooit ver weg is, helemaal niet spannend is, tot grote dilemma's leidt en tot weloverwogen keuzes dwingt. We spreken vandaag de wens uit dat wapens ooit worden omgesmeed tot landbouwwerktuigen. Dat vrede en geluk ons blijvend mogen vergezellen, hier en vandaag. En voor ons, en voor de generaties die volgen, en voor alle mensen, wereldwijd en voor altijd. Dank u wel. Voordat we overgaan tot de onthulling van het monument, wil ik graag als laatste het woord geven aan de commissaris van de Koning. En zo denken wij in de eerste plaats aan Oekraïne. Maar ook voor de rest van Europa en voor de wereld denken we aan wat staat ons, wat gebeurt er? En hoe zorgen we dat we die vrede en vrijheid kunnen bewaren? Ons leven gaat erdoor veranderen. Dat is zeker. Hoe precies, dat weten we nog niet. Maar we zullen er in ieder geval geopolitieke, militaire, maatschappelijke en economische gevolgen van ondervinden. Ik leefde vlak bij de Berlijnse muur, bij de muur door die Oost- en West-Duitsland van elkaar scheiden toen die viel. Ik zat toen in het Nederlandse leger in Zeedorf. Ik kan me dat moment nog herinneren. Een teken in de geschiedenis. Het zou wel eens kunnen zijn dat het dit ook is. Denk aan wat het allemaal teweeg brengt, aan vluchtelingen, aan, nou, noem maar op. De invasie van Rusland in buurland Oekraïne heeft een vergelijkbare betekenis als met die val van die Berlijnse muur. Een milestone, een markering in de geschiedenis. Toen was het de vrede die ons lonkte. En nu is het de dreiging van dit conflict. U weet misschien dat ik lid ben en vicevoorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dat is een functie die is gekoppeld aan mijn functie als commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En ik ben ook voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag. En heel vaak heb ik onder meer vanuit die beide functies gesproken over het belang van vrijheid en het investeren in vrede en veiligheid. En dat is iets wat we niet vaak genoeg kunnen doen. Het bewijs is geleverd dat de vrijheid en de vrede op ons continent in Europa niet vanzelfsprekend zijn. Nou, tot slot terug naar het wapendroppingsmonument. De burgemeester en ik gaan zometeen dat monument onthullen. En daarna is het de beurt aan de hier aanwezige leerlingen die datzelfde gaan doen met de gedenkplaten. Een goede samenwerking tussen de verschillende generaties. In Berkenwoude is er vanaf nu een plek waar duidelijk wordt gemaakt hoe belangrijk het is
om met elkaar te herdenken en samen te blijven werken aan onze vrede, veiligheid en vrijheid. En wat komt dat mooi tot uitdrukking in die geheime code van de wapentroppings? Niets is dierbaarder dan de vrijheid. Mensen, het is hoog tijd voor de onthulling. Dank u wel.